welkom hier bij de Michel, op de Elven van de Elven. Op deze bijzondere avond waarop wij onze prins bekend gaan maken. Wij als Spraakbewerners hebben een traditie dat we onze prins kiezen op de Elven van de Elven. En dat we die bekendmaken om 11 over 11. Dan moet ik ook eerlijk zeggen, het is ook een traditie dat het nog nooit gelukt is om hem 11 over 11 van elkaar te krijgen. Maar dat blijven we elk jaar een stuk volhouden. Nou, wat ook veranderd is, en als je gaat kijken, zolang ik, en ik zit er al een tijdje bij de vereniging ben, dan hebben wij een kiescommissie gehad. Die tellen de stemmen, die kijken of het eerlijk was. En we hebben tot vorig jaar Cor en Kees van Haren gedaan. En die hebben zolang gedaan, dat wij niet alles weten. Dus dat is ook een traditie dat ze dat gedaan hebben. En die zijn ermee gestopt. En die willen we deze van harte bedanken voor al die jaren dat ze voor ons gedaan hebben. Nou, dan moest ik. Dankjewel, heer. Nou, dan moesten we een oplossing gezocht worden. Nou, we hebben iets nimmer eens gedaan. Die hebben mij en Frans Roemelaar gevraagd om die taak over te nemen. Dus daar hebben wij gretig ja op gezegd. Want wij weten al wie de nieuwe prins is van Hagen al, hè? Maar dat heb ik jullie nog niet verteld. Nou, bij de uitnodiging en in het Haren sklokje hebben jullie kunnen lezen dat wij vandaag een thema hebben. En het thema van deze avond is: onze raad heeft een antwoord op de Harense impasse. Ja, het is waar, hè? Nee, de Haren. Hey, twee maanden geleden, hè, was er nog geen veld in de lucht. En nu is een klutje, een klutje, één keer zo dik van al die experts die er iets over willen zeggen wat in mijn Haren moet gebeuren. Ja, en ja, wij hebben natuurlijk ook een raad van de elf. En die voelt zijn eigen aangesproken, hè, als het gaat over het besturen van ons Struivendorp. Ja, en dan kan onze raad niet achterblijven, hè, mijn standpunt. Dus na lang en rijpe raad is er een meerderheid ontstaan vandaag in de raad van elf. En dan bent u getuige van de oplossing voor de Harense impasse. Ik zou zeggen, raadsleden, kom maar vast een stukje naar voren. Ja, raad mag wel op de voorgrond treden, hè. Hey, van harte welkom hier. Het is leuk om jullie allemaal gezamenlijk hier te zien. En het bijzondere is aan onze raad. Onze raad bestaat namelijk uit 15 leden. Ja, en de gemeenteraad in Haren zie je ook 15 leden. Ben jij dan? Maar als ik zo eens goed kijk, ook in onze raad zit al wat buiten Turfse. Ja, Helvoort. Dat is toch nog die knappe jonge man met de start te bekijken. Een beetje uit Helvoort, zeg maar. Ja. Nou, achterin onze rol uit Vught. Infiltreren, Jan. Ja, Roel moet ik van aantrekken, die komt ook niet uit Haren. Dus, maar ik ben benieuwd. Net als jullie waarschijnlijk, wat is nou de uitkomst van die zware vergadering die ze net gehouden hebben? Dan wil ik ook graag het eerste raadslid even naar voren roepen. En er is ons nieuwste raadslid, Kees Verburg. Kom eens even naar voren. Nou Kees, dan mag ik jou vragen dan, hè? Wat is zien, hè? Wat in elk geval niet geworden met ons haar. Struivendorp, gemeente Klompengat. Ja, nou, dat is mooi. Dan komen we in ieder geval niet naar Klompengat. Ja, weet iemand trouwens wat Klompengat? Bijna, het is best. Ik hoor het echt iemand roepen. Dus, nou, dat is alvast een goede oplossing. We gaan niet naar best. Maar onze Kees, die is nieuw en die moet geïnstalleerd worden, officieel. Dus ik wil graag onze voorzitter even bijroepen om Kees te installeren in de raad van hem. Welk boy, waar klompen gaat. Nou, daar gaan we ook niet naartoe hoor. Geloof ons maar. Het gaat nou heel even over Kees. Kees is wel bekend hier in Haren, denk ik. Ik denk dat iedereen Kees kent. Kees kent ook heel veel mensen. Kees twijfelt nog wel eens.
En ik denk dat wij het voor het eerst een jaar of 13 geleden hebben gevraagd of je lid wilde worden. En dan zit hij, ja, dit jaar niet, misschien volgend jaar. Ja, erop weer terug. Dan zit hij dit jaar niet, misschien volgend jaar wel. En het in een paar jaar volgehouden. Tot vorig jaar in de Dom. Toen heeft een van onze raadsleden op het eind van de middag. Ik weet niet wie dat misgedronken had, of als raadslid of Kees. Maar toen heeft hij in ieder geval gezegd van de jongens, ik ga meedoen. En daar zijn we natuurlijk kei blij mee. Want vorig jaar zijn er toch twee afgevallen bij ons. Maar er is er nou weer eentje bij. Dat wil zeggen dat we gewoon weer met 15 man zijn. We moeten natuurlijk ook gelijk blijven met de gemeenteraad. He? Laten ze eigenlijk niet zomaar ondersneeuwen. Wat erbij hoort is natuurlijk Kees, lid van de Raad van Elf. Je krijgt van ons een hele mooie vet leren medaille. Ja, dan deze duurt wel langer, want dat is ijzer. Dat is heel verteld waard op het moment. Maar toch ga ik hem overhandigen, Kees. Kees, draag hem met ere. Die is voor jou. En die woord is voor jou. Applaus voor ons nieuwe lid! Dankjewel, Kees, voor jouw antwoord. Nou, dan wil ik graag de volgende raadslid erbij roepen. En dat is... Raadslid. Dat is een vreemde neet in de bijt. John, wil jij zijn stap kunnen verder doen? Kun je even laten zien waar het niet geworden verontstruivende? Ik zou het niet weten, maar ik had die lezen. Laat eens kijken dan. Land van Rooi. Land van Rooi. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Zit Oederode. Rooi. Nou, helaas. Dat vind ik nou echt jammer, hè. Samen, ik kom zelf uit Rooi. Hier goed in Haren ingeburgerd. Het zou toch een ideale combinatie van mensen heen geweest. Als die allemaal bij elkaar kwam. Maar het hier zo niet mogen zijn. Dankjewel, John. Oh, ken ik hem weer, jongen? Ik zeg altijd, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. En die stuk toevallig hier dan. Dan wil ik graag de volgende raadslid naar voren roepen. Jorg Kuipers. Jorg, ook aan jou de vraag. Waar gaan we het in ieder geval niet worden voor ons struivende? Gemeente Schoenlappersland. Hoor, dat is maar goed ook, hè? Want zoals jullie weten, hè, onze wethouder Erik van Dingen die komt er vandaan. Je zou bekend denken van nou, dat lijkt gewoon in die handel. Dus een goede beslissing. Dankjewel. Dan wil ik graag ons volgende raadslid. Joris Pijnenburg komt eens naar voren. Ook aan jou de vraag. Joris, mag ook het in ieder geval niet worden voor ons struivende? Gemeente Wallenpoepersland. Maar Stef, waar komt dat toch weer vandaan? Dat weet ik net wel? Dat is gemeente Heusden. Dat is aan de andere kant van de duinen. Daar kun je niet over de harde weg komen. Dus, maar goed, dat hebben we dat niet doen. Dankjewel, Joris. We gaan meer walletjes eten. En dan komen we naar de volgende raadslid. Eens kijken of die nog onze wijze raad kan geven. Maar ik rent van Elze. Dus even vragen om te... Om te laten zien wat niet horen dan van ons struivende dorp. Laat eens zien. Een bollenvretersgat. Hey. Weten jullie wat dat is? Cool, ja. Nou, dat is eigenlijk nog nooit iets voor vandaag gekomen. Dus ja, ook goed, goede raad in ieder geval. Nou, dan ben ik wel eens benieuwd naar onze Remco. Remco Swinkels, ons raadslid. Heb ik ook een goede raad voor ons, wat er in ieder geval niet geworden. Gemeente Schortorregat. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat moet een Oskot zijn, hè? Ja, goede beslissing. Nou, dat is toch nog hard genoeg, zie ik. Dan wil ik graag de volgende, Jeroen Heikans. Kom er maar eens bij, staan. Heb jij ook nog een goede raad wat in ieder geval niet geworden? Veel struivende.
Beverwijk gaat. Ja, hé. Dat is Beek, hè. Dan kun je op safari, hè. Ja, dat is niet nodig, hè. Hier in Haren kun je genoeg appels kijken. Moeten we maar eens kijken. Dat staan er zat. Dankjewel. Je gaat het niet worden, hè. Hé, René Bijenburg. Kun jij een goede raad geven, wat in ieder geval niet gaat worden. Nou zeg, het is ook nog het nieuw hoor. Ja, de grote stad. Ja, een andere grote stad. Nee, dat past niet bij ons, de grote stad. Nee, goeie raad. Dankjewel, René. Dan wil ik nou graag de boel van de zander eens erbij roepen. Of die nog goede raad heeft. Denk je niet? Maar wil ik dat niet horen? Donbars. Ja, dat is wel een heel lange naam, ja. Ja, hij heeft de wilde keispel wel naartoe, hè. Maar hij schuift er ook niet. Dat gaat hem niet worden, dankjewel, Roel. Ja, het wordt al niet spannender hier aan deze kant, vind ik wel. Ergens de echte raad vandaan komen. En ja, wie weet dat beter dan onze nieuwe prins eigenlijk, hè. Nou, wie zal ik dus bijroepen? David, kom jij maar eens even hier staan. Kun jij nog goede raad geven? Niet geworden, David. Ik heb zo'n blemmend burgemeester en... Nee. Dit is ook gewoon aan de andere kant van de grote weg. Dat moet je niet willen. Dat moet je gewoon niet willen. Tja. Jongen. Ja, weet jullie het al? Ja. Ja? Oh, mooi. Die verder gewoon. Ik dacht ik de enige waar ik wist. Maar we hebben nou alleen maar gehoord wat niet geworden, hè? Maar we willen eigenlijk ook wel weten wat wel geworden, hè? Dus, dan zal ik er even eentje erbij doen. Jeroen. Ja, kun je even zien wat niet geworden nog? Ik twijfel nog. Ja, Oeteldonk. Ja. Hè? Ja. Het is wel heel bekend, hè? Maar wij zijn heel bescheiden, hè? Nou, over ons hier, hè? Dus, een hele goede beslissing. Een hele goede beslissing. Ja, we hebben er eigenlijk nog wel over, hè. Er zijn al zoveel gemeentes voorbij gekomen. Ja, we hebben dan nog... Ja, Indegaard bijvoorbeeld. Dat zou misschien nog kunnen. We hebben ook nog veel andere poortjes hier in de deur. Dorp Schat, ja. Dan moeten we toch één van deze van vragen. Van, ja, maar zou het kunnen zijn dan? Leon, weet jij het dan? Ja, kun je het niet horen? Nee, dan kun je het niet horen. Oeh, dan zal het niet iedereen mee zijn, maar nee, ja, het is gewoon zo. Jullie hebben besloten, dus ja, dat kunnen ze ook wel weten. Ja, en wie vond er dan wel de schepter zwaaien op de sluit? Dus, geef een van jullie maar eens even goede raad en doe de stap naar voren. In de gaten! Het wordt hier in de gaten! Hey, maar wat moet er nou? We hebben hier een pas in Haren. We hebben zo'n beetje elke gemeente gehad. Ik denk dat we onze nieuwe prins van dit jaar moeten gaan vragen. Wat geworden? Onze nieuwe prins van dit jaar is Prins Werner, de 21ste. En die heeft het antwoord op deze impasse. Dames en heren, onze nieuwe prins, Prins Werner, de 21ste. Wij regeren zelf onder sluiten deuren. In de Struivendurp. Ik geef graag even het woord aan David om onze prins te installeren. Onze nieuwe prins, Edward van Beers. Hey!
Ja, Stravens, Ravine, Keijerspellers, Ogelforsen, Koelers, Wartel Kwartels, Raad van Waarden, Vrouwen van de Raad, Oude Hap, allemaal dezelfde jullie hier vanavond allemaal zijn. Maar ja, we stonden wel opeens voor een dilemma, want normaal gesproken installeert de voorzitter de prins van Struifdeur. Ja, en dat werd vanavond wel verrekte lastig. Dus ik denk dat ik maar vanuit het mooiste fenomeen kan doen wat ik kan bedenken. En dat ik iets doe als oud prins om jou te installeren tot de nieuwe prins van het Struivendurp. Ik heb er ongelooflijk veel vertrouwen in. Want ik heb jou nu 4 jaar gezien als adjudant van Pieter en van mezelf. En één ding is duidelijk, als je op iemand kunt bouwen, dan is dat op jou. Dus eerst bouwde er alleen een prins op jou. Nu zul je 14 mensen hebben die op jou gaan bouwen. En volgens mij heb ik daar gewoon minder waarde, dus ik wens jou heel erg veel succes. Ja, die tekst ken ik ook niet uit mijn hoofd, want ik praat zelf altijd aan elkaar, dus die moet ik even van papier. Nou weten jullie dat het altijd lastig is bij mij om iets van papier te lezen. Want dan moet het in hele grote letters en dat is het niet. Ja, dat is weer echt zo'n minpuntje, hè. Ja, maar dit is officieel, hè. Dus echt gewoon even de koffie, hè. Geachte aanwezigen, Struivenstravinnen. En alle andere mensen die hier verzameld zijn. Op 11-11-2014 aanwezig in de winterstoelen van de Michel. Het is zover. De prins voor het carnavalsseizoen 2015, regerend over het Struivendurp, is bekend. En we noemen hem Prins Werner de 21ste, oftewel Edward van Beers. Zoals wellicht bekend wordt de prins gekozen door deze Raad van Elf. En ook dit jaar hebben wij vandaag weer een aantal spannende stemrondes nodig gehad. En dat ging weer heel anders dan voorheen, omdat we de nieuwe telcommissie hadden, dus dat was ook wel heel erg leuk. Om uiteindelijk tot een keuze te komen die eigenlijk best wel heel erg snel ging. Ik kan jullie vertellen dat het voor sommigen een verrassing was dat ze zover zijn gekomen bij het stemmen. Sterker nog, die Kees die heeft me hier even een reputatie. Want waar we ook voor gingen stemmen, Kees zat er altijd bij. Het blijft in ieder geval ieder jaar weer een mooi gezicht om te zien dat sommigen de spanning goed aan hun gezicht uitstralen. Samen met je als een adjudant, de opper en de raad van elf, zorgt onze prins er ook komend jaar weer voor dat er volop carnaval gevierd gaat worden in ons Struivendurp. En dat carnaval hier leeft, dat is een ding dat zeker is. Natuurlijk zijn we weer van de partij tijdens de optocht en gaan we alle horecagelegenheden zien en horen tijdens de carnaval. Voordat het prins de scepter kan gaan zwaaien, letterlijk en figuurlijk, over ons Struivendurp, moet hij deze natuurlijk wel eerst ontvangen. En aan mij de eer, omdat dit jaar, er staat tussen haakjes weer, maar dat is niet van toepassing, te mogen doen. Dus bij deze gaan we over tot de installatie van prins Werner de 21ste. Want ook al ziet hij er samen met zijn adjudanten, en voor wie dat nog niet duidelijk was, dat is dus Dulke Schat en Indegat. Dus hier staan de twee adjudanten van prins Werner de 21ste. Hij moet zich natuurlijk wel enigszins onderscheiden van de rest. Op lengte lukt dat al aardig, maar we hebben toch nog een aantal andere dingen. Dus als eerste gaan we maar eens een cape omhangen. En deze staat voor barmhartigheid. Hij flonkert weer als nieuw. En onze Kaat die weet wel dat zij het allemaal mooi weer voor elkaar heeft. Dus hij ziet weer schitterend uit, onze nieuwe cape. Nou, een nieuwe, oude, herstelde cape. En dragen hem met trots en dank. Als tweede gaan we de steek opzetten. En het is helaas nog heel even de oude, maar er komt een hele mooie nieuwe steek voor jou aan. Met veren. En deze steek staat natuurlijk voor de zottigheid. En de veren staan voor de trots. Oh,
als derde, ik zie dat ik er al iets eerder om had moeten hangen, dat was namelijk de ketting, want dat wordt nou weer net te lastig. Maar dat komt naar de hand wel. Als derde overhandig ik jou de scepter en deze staat natuurlijk voor de macht, maar vooral voor het mooie regeerperiode die jij tegemoet gaat over de schuivendeur. En dat die bij jou in goede handen is, dat is mij meer dan bekend. En dan komt dat nog even. Nu de prins voorzien is van alle attributen, nodig ik prins Werner de 21ste uit voor zijn eerste betoog aan u als onderdanen in het struivende. Prins Werner de 21ste aan u het woord. Dank jullie wel dat jullie allemaal hier zijn gekomen. David, bedankt dat je mijn taak over hebt willen nemen. Ik zal niet zeggen dat het de eerste en de laatste keer is dat ik het mag doen, maar wie weet. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen hoor. Mijn dames en heren, oude hap zoals David zei, vrouwen van de raad, collega raadsleden uit omliggende dorpen, iedereen van harte welkom hier bij de Michel. Ik heb ook even een klein stukje geschreven, want ik voelde natuurlijk al een klein beetje aankomen de laatste jaren. Het enige wat ik veranderd heb is 2014, maar de rest is allemaal lang klaar. Dus, maar hier is je dan, gekozen op de 11e van de 11e 2014. Bekendgemaakt in Café de Michel om ongeveer 11 over 11. Volgens mij hebben we dit jaar weer niet gehaald, maar het zal niet wel schelen. Prins Werner de 21ste. De komende carnaval in 2015, van 14 tot met 17 februari. Regeren over ons Stravendurp. En nogmaals, het is ons Stravendurp, want we hebben hier een fantastische carnaval met z'n allen. En daar gaan we ons best voor doen om de komend jaar ook weer te houden. In het dagelijkse leven bekend als Edward van Beers. En bijgestaan door een adjudante. De eerste, ja, ik noem ze niet eerst een tweede adjudant, maar even voor het gemak voor jullie. De eerste adjudant die ik gekozen heb, is Pieter van der Pas. 4 jaar geleden zijn we samen begonnen toen Pieter prins was. En toen hebben we de laatste avond van carnaval iets afgesproken. En die belofte die ben ik nagekomen, ook met Pieter toe. Dus Pieter, op jou kan ik bouwen, dat weet ik. En je gaat ook een goed komen met ons. En als tweede adjudant, dat zal ik het dan weer even noemen. Nieuw gezicht in de raad. Ik moet nieuwe mensen ook een kans geven. En daar ben ik ook super trots op. Nee, dat je het ook wil doen. Leon Kuipers. Hij lijkt er wel op. Leon Kuipers. Ook op jou kan ik bouwen, dat weet ik. Ik ken hem nog niet heel lang. Afgelopen zondagmiddag is voor mij het besluit gevallen. Dat hij het ging koren voor mij, mocht hij prins worden. We hebben een opper. Nou, dat was niet zo heel moeilijk, want vorig jaar hadden we een die liep alles op rolletjes lopen. De afgelopen weken waren de rolletjes van vierkant her en der, maar hij gaat zijn best weer doen. En we hebben afgesproken dat hij top 10, 11 volgend jaar in ieder geval zijn best weer gaat doen. Joris Pijnenburg. Nou, natuurlijk hebben we nog de andere op meelopen. Ja, die hoef ik niet voor te stellen, want iedereen hier die kent hem. Maar moet ik zeggen, het was spannend in de stemrondes. Hij heeft het er nou inderdaad nog warm van. Met onze naar John van der Linden. Nou, natuurlijk kunnen wij dit niet alleen met z'n vieren. Dus ook de andere raadsleden. Ook op jullie kan ik bouwen. En we hebben een jonge raad. Afgelopen jaar toch weer 4 nieuwe raadsleden. Nou, dat is een keigoed teken voor de toekomst. Dus ik denk dat er meer in zit voor sommigen die hier lid zijn geworden, maar dat wachten we af de komende jaren. Nou, een motto. Niet iedere prins heeft altijd zijn motto klaar op 11-11. Maar ik heb er een uur of anderhalf over gedacht. Ik denk dat moet lukken. Ik verkoop namelijk zelf heel veel verf. Nou, dus het motto is niet zo heel moeilijk. Het motto voor komend jaar gaat worden: we staan er gekleurd op dit jaar. Nou, het motto is duidelijk tijdens de optocht. En als ik als prins Werner de 21ste samen met mijn raad van 11 met onze vernieuwde prinswagen tijdens de Haagse optocht meerijdt. En ik zie graag dat alle wagenbouwers het motto ook duidelijk uitdragen met de optocht.
Maar als jullie daar eens toch kijken, denk ik dat het geen enkel probleem is. Want die doen al jaren de best om er iets moois van te maken. Kleurrijk en gezellig. Carnaval ligt nog steeds in Stravendorp. We hebben jeugd om praten, wat afgelopen weekend was. Een jeugdraad van 19 jonge jongens en meiden die er zin in hebben. Yeah! Yeah! Inderdaad, applausje waard. Op 30 en 31 januari doen de grote tomparaders weer hun best om ons te vermaken. We hebben de 55-plusmiddag in de dom, de jeugdoptocht op vrijdag, de grote optocht op zaterdag en volop deelnemers. Generation voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar, wat goed wordt bezorgd. Afgelopen vrijdag had het hier 11-11 vallen. Er waren toch 131 kinderen tussen 12 en 15 jaar aanwezig. De horeca waar je terecht kunt gedurende deze vier dagen. En het hoort erbij, voor iedere leeftijd is het iets te doen in Stravendorp. We kunnen het allemaal niet meer onthouden, voor sommigen onder ons. Geen probleem. In ons Stravendorp schrijntje staan alle activiteiten tijdens de carnaval te doen. Dus kom langs en maak er samen met andere Straven en Stravinnen een gezellige carnaval van. Straven en Stravinnen, hier wil ik het vanavond bij laten. Ik wens iedereen een fijne avond en veel plezier tijdens de carnaval.